Yo, Kevin, oftewel West van je lukt als je kijkt naar een nieuwe aflevering van YouTubers Live. Ik zie dat we net een video online hebben gezet hier. Oeh, het gaat goed, het gaat goed. Maar we gaan even gauw een nieuwe video maken om deze aflevering mee te beginnen. Oké, dat is wel een goede video. Ik ga een nieuwe gameplay video van de Blood Office Desperados. Wat een naam hebben die games, zeg. Echt, wat een namen. Dit is allemaal goed, voor mij hoef ik hier weinig aan te passen. In gameplay nummer 2. Oh, dan moet hij gaan spelen achter de PSP. Oh ja, natuurlijk. Oké, we kunnen nu 7 kaart kiezen. We beginnen met een music intro. Geen copyrighted, want dat moet je nooit kiezen. Nooit copyrighted kiezen. You leveled up. Ik ga een beetje zingen. Weet ik niet. Ik kies er gewoon voor. Interactive loading screen. Ik heb een beetje... deze dan maar. Maar ik wil gewoon zoveel mogelijk van die dingen hebben. You received a headshot while jumping. Oh, dat is goed. Dat is goed. Oké. Oh, ik had... sound heb ik niet gedaan. You killed 20 enemies before dying. Oké, 20 killstreak. Dat is goed. Wil ik deze doen of niet? Nee, ik ga toch voor deze. We got game tutorial. Weet je, ik kies er toch voor. Ik heb maar 1 en hoop ik gewoon een kaart van 4 of zo. Die wil ik niet. Geen copyrighted music. Gewoon een murderous look. Prima. De video is niet heel goed, maar het gaat wel. Het gaat wel. Deze video is er al bijna tegen de 45k. Dat is de eerste gameplay video ervan. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik kan deze hier achter gooien. En dan gebruiken we deze. Dan gebruiken wij die. Gebruiken wij deze. En dan... Ja, hoe gaan we dat doen? Ik kan die erachter gooien en die uiteindelijk. Dan hebben we twee rooien. Zo worden de 3. Of ik laat ze alle 2 weg. Oh, meer XP. Oh, geld. Geld is, ik dacht XP. Ik kan een video zo maken. En dan voegen we die alle 3 gewoon toe. Dan ziet de video zo uit. Maar we kunnen wat meer toevoegen. En met name deze wil ik toevoegen. Dit geeft alleen 2 sound. En ik heb de sound niet echt nodig. Dus ik laat hem gewoon zo. Ik laat hem zo. Kijk naar onze stats. Prima. Wel een nieuw editing record. Omdat de video erg lang is volgens mij. We hebben nog zo lang een video gehad. We zitten bijna tegen de 60.000 subscribers. Heel erg mooi natuurlijk. Nee, ik kan niet chatten. Want ik ben een video aan het renderen. Mensen snappen dat nooit, hè. En ik heb een nieuwe kaart. Wat voor kaart is dit? Nyan Cat. Copyrighted. Gebruik nooit copyrighted kaarten. Oké, hij gaat even eten. Ik weet niet wat hij gaat eten. Wat ga je eten? Ik heb geen idee. Volgens mij is het aan een salade of zo. Ik ga nog even wat eten. Of heb ik gewoon niks in mijn koelkast liggen? Ik heb een heleboel sandwiches. Eer wat sandwiches eten. Gaan we slapen. Heb ik nog wat op de kalender staan wat ik moet weten? Nee, helemaal niks. Oké, maar dat is een paar dagen geleden dat ik dit voor het laatst gespeeld heb. Dus ik weet niet meer precies wat er allemaal gaande is in het live van deze YouTuber. Oké, de video werd aardig bekeken. Dat is nummer 1 en nummer 2 gaat straks online. En weet je wat we gaan doen? Ik wil eerst even kijken naar mijn games. Oké, we hebben deze game. Oké, die wordt aardig goed. Deze game is inmiddels al lang niet meer zo populair. En deze keer natuurlijk al helemaal niet meer. Nee. Ik kan het gaan verkopen, maar dat ga ik denk ik niet doen. Ik had hoeveel is er deze game nog op? $15. Prima. Ik verkoop hem daar gewoon serieus wel voor. Choose game. Oké, we gaan gewoon een beetje de slechte games die we niet meer spelen zoals deze. Die gaan we gewoon verkopen. Kijk, er is al $12.5 op. Dus prima. We hebben nog wat meer games. Die zijn helemaal niet zo populair. Hoe minder populair voor mij, hoe minder geld ze opleveren. Oh, deze is nog aardig populair. $15. Prima. Want we gaan van het geld wat nou opleveren. Van de games verkopen kunnen we een nieuwe game kopen. Een beetje een populaire game. Die hebben we nog helemaal niet zo populair meer. Dan kun je aan de prijs zien. Dus hoe minder populair de game is, hoe minder geld je ervoor krijgt. Dat is natuurlijk logisch. En hadden we volgens mij nog eentje. Dat was... deze game. Die hebben wij zoveel gespeeld. In het begin van onze YouTube carrière. We hebben de 60k subscribers. Dus dat is heel mooi. Je krijgt maar $7.5 voor.
Dan gaan we even, als ik even kan selecteren, ja, dan gaan we even shoppen. Want we gaan op zoek naar dus een nieuwe game, zoals ik al zei. Ja. Oké. Oh ja, wat ik wel handig vind is dat je, bijvoorbeeld, ik bezit een PC en een PSP. Dus alleen de games voor die consoles, en ja, die kun je zien. Dus je kunt nooit een game kopen waar je geen console voor hebt. Dat vind ik wel heel handig als ze dat gedaan hebben. We gaan naar de best rated, want de rated gaat natuurlijk om. Het is 5... Oké. Het is 5 april vandaag, dus we gaan kijken. Zijn er games uit die... Deze is pas uitgekomen. Alleen, hij is niet zo heel erg populair. Ja. Top sellers. Jij komt 14 maart uit. Je bent ook helemaal niet zo populair. Maar de Steam, die hebben we natuurlijk al. Al, misschien. Ja, dit zijn allemaal geel. Die zijn allemaal rood. Er zijn geen echte games die goed worden bekeken. Ik ga geen $60 uitgeven van een game die niet zo heel populair is. Het is wel 5-star rating, dus ik koop hem wel gewoon. Dus ik betaal eventjes. Kijk, ik kan hier niet terug naar... Oh, dat kan wel! Oh! Move straight. Nee! Waarom stap ik nou van de computer weg? En ga ik er nou weer... Really? Echt waar? Eleven, I'm one of your biggest fans. I know that looks like a stalker, but I'll give you the luxus. Nee. Ik ga je geen schoenen geven. Oh, you lose subscribers. What dan? Dit is het. Oh, waarom heb ik in één keer... Oh nee, ik dacht dat ik subscribers heb verloren, maar... We gaan naar alle consoles. We gaan even kijken of wij een nieuwe console kunnen kopen. We hebben dus een PSP. Ja, die heeft 6% market share. De market share houdt eigenlijk in hoeveel procent van de games, de populaire games, worden gemaakt voor deze console. En dat is hier maar 6%. Op de PC is het 14%, dus dat valt nog mee. En het hoogste is toch de PlayStation 2. De Honey Play Studios 2. En weet je wat ik ga doen? Ik koop hem gewoon. Ik heb het geld ervoor. Ik heb net, begin van de aflevering heb ik mijn huur betaald, dus daar hoef ik niet bang voor te zijn. Dus we krijgen nou een nieuwe console, wat heel mooi is. En dit is het nieuwe game, of niet? Ja, dus die game gaan we even gelijk een... Oh, ik moet even mijn computer laten maken. Maar voor mij kan ik wel een nieuwe game video gaan maken. Voor de game die we net gekocht hebben, dat is dus deze. We gaan er gewoon de first... Oh, dat heb ik al een keer gedaan. Hoe kan dat? Ik heb er nog gespeeld, of wel? Dan maak ik een gameplay video. Maar er staat een eentje, er staat een eentje rechtsboven in de hoek. En dat betekent eigenlijk simpelweg dat jij al één keer een first impression video hebt gemaakt. Dus daarom doen we die nog een keer. Want voor mij als je het twee keer doet, dan zijn de fans, zijn je fans niet echt heel blij. We gaan een serious greeting. Sarcastic, want ik wil gewoon wat meer post-production. Dat tekentje staat voor copyright, dus... Gebruik dat tekentje nooit. Want je kunt een copyright claim krijgen. Die krijg je bijna altijd. Dus, mijn tip is om het nooit gaan gebruiken. Want dan kun je een boete krijgen van $500 of zo. Ik noem maar iets. En dat wil je niet krijgen. Shit. Waarom zijn die zo hoog in energie? Prima. Oké. Dit is een hele klote shit video. Nee. Ik wil eventjes niet naar een event gaan. Oké. Hij heeft honger. Ja, dan hou ik niet zoveel energie. Kan ik hier tenminste een degelijke video van maken, of... Helemaal niet. Of wel? Ah, het valt mee. Prima, als ik maar een video maak. En... Ah, het valt mee. Niet zo'n hele slechte video, maar ook niet geen hele goede video. Dus, published video maar. Of we hebben een nieuwe XP binnen. En we zijn er bijna level 13. Ik ga even gauw wat eten, want... Dat is een beetje een probleem. Dan gaan we even slapen. Ik heb hier ook een... iets. Ik heb hier ook een nieuwe console, of niet? Yep. Een nieuwe console. En de PSP. Gaan we die verkopen? Misschien wel. Even kijken. Ik ga eerst even slapen. En dan ga ik even opstaan en neem even een Red Bull of zo. En dan krijgen we wat meer energie. En dan gaan we even kijken wat wij... waarvan we kunnen. Of wat we video's kunnen maken. We hebben alweer geld binnen, dus... Ik was een beetje bang dat ik straks... Een beetje weinig geld zou hebben. Weet je wat, neem een salade. Neem prima salade. We gaan al gauw richting de
70k. En ook al gauw richting nog 1 miljoen views. En dat is natuurlijk ook wel heel mooi. Oké, wij gaan even een nieuwe gaming video maken. En dan gaan wij... Nee. We hebben nu een Honey Play Studios 2. Ja. En dat betekent dat er dus een heleboel games uit zijn. Voor die Honey Play Studios 2. Dus we gaan even naar... Ik wil niet naar consoles gaan. Ik wil even terug naar de homepage. En ik ben Amazing. En ik ga naar Best Rated. En deze is van 8 maart. Wat aardig goed bekeken. Spunkify. Oké. Dan hebben we deze is van 10 april. Deze is van vandaag. Die koop ik meteen. En ik denk dat hierbij later ik eerst met deze game een beetje ga spelen. Dus prima. Ik ga wel even wachten tot we deze game binnenkrijgen. Hopelijk is dat een beetje snel. Maar ik wil even een gameplay video maken. Dit video loopt aardig goed, denk ik. Ah, dat is de game. Prima, we gaan even een nieuwe gaming video maken. Ja, voor deze video. Een first impression, want deze game hebben we nog nooit gespeeld. Prima dit. Ik heb genoeg energie, dus heel erg prima. Wat moet je nou weer? Wat moet hij nou weer? Ga terug naar je kamer. Ik moet echt verhuizen hier. Maar even, ik heb nog niet genoeg geld om dat te doen. Ik kies voor een music intro. Oh. Iemand zegt, onze vriendschap is over. Ik moet een keer stoppen met video's maken en wat meer sociale dingen gaan doen. Professional comment. Een unfunny comment, funny. We kiezen gewoon funny. Maal 2 performance, prima. Ik heb een easy challenge. Nee, daar kies ik niet voor. Weet je daar, als je een makkelijke challenge hebt gehaald en je bent een beetje niet grappig. We gaan een beetje zingen in de cutscene. Waarom niet? QTE based final boss. Oeh. Weet ik wat, we gaan de boss doen. We zijn boss, maar we halen het final boss niet. Oh nee. En wave goodbye. Prima. Een prima einde. Soms krijg je geen goede eindkaart. En dan krijg je weer een kaart die eigenlijk verder loopt. Dat hoor je niet te hebben. Ik kies eerst jou. En... zetten we nou meteen een probleem aan te kijken. Oh, dat hoeft geen probleem te zijn. Dit is prima voor het einde, deze. Ja. We kunnen die hier doen. Maar deze kaarten zijn dus gewoon totaal niet nodig. In principe maakt het niet zoveel uit. Want de video is in principe zo wel goed. Alleen de videokwaliteit is het voor mij is niet zo heel goed. Valt mee. Oeh, de interest is hoog. We hebben een nieuw content record. Prima, dus dit kan een hele goede video worden. Die kan ons misschien wel meer subs opleveren. Kom op. Oké, ik moet echt gaan verhuizen. Ik heb geen idee, hoe kan ik verhuizen? Your home, oké. Alleen het punt is... $320 per maand is heel erg veel. Dus dat kan ik gewoon eigenlijk nog niet betalen. Maar het is wel voor belangrijk voor mij. Ik heb 2 working space. Ik kan iemand inhuren die ook video's maakt. Ik kan 2 keer veel video's maken. Dus ja, ik heb eigenlijk even maar in de volgende aflevering gezegd. Ik wil er pas heen gaan als ik 100k subs heb. Maar misschien wordt het ICR een stolen video. Weer copyrighted. Ik krijg een keer een moment dat 3 copyrighted clips zijn. En dan moet ik een keuze maken of ik stop de video of ik kies een copyrighted clip. Oké, ik kan nog even niks doen. We gaan even een kort slapen, kort dutje doen. Dan gaan we even eten hierna en dan gaan we even een nieuwe video maken. Want ik ga op dit moment denk ik niet weer gaan shoppen. Ik denk dat we tot het einde van deze aflevering niet gaan shoppen. Nee, ik wil geen food buy, ik wil even eten. We geven even een energy drink. Om meer energie te krijgen. Prima dit. We gaan weer een nieuwe video opnemen. En dan gaan we weer deze zijn. En dan kiezen wij een gameplay video. Prima. Dus wat gaan we doen in deze aflevering? We gaan de rest van deze aflevering gaan wij... Oké, hoeveel wil je ervoor betalen? Nee, ik heb geen Nikosoft. Dus ik kan geen gameplay video voor jou maken. Sorry. We kiezen voor een intro met logo. Prima. Prima kaart om te kiezen. Loading screen... of topic, kies wel voor. Hoe kan dit een beetje een goede video worden?
Misschien een perfect... perfect edit zou ook fijn zijn. Ik heb één gehad, dat was in de vorige aflevering volgens mij. Dat wij een perfecte edit hadden. En dat had ik dus nooit gehad. En volgens mij is het aardig zeldzaam om te krijgen. Dus ik was blij om dat te krijgen. Summer kills you unexpectedly angry. Daar ben je waardig boos om, lijkt mij. Ja. Short comment. En heb ik nog 6 over de laatste. Is dan een wave goodbye. Yep. Mooi. Alleen de post-production is een beetje laag. En dat vind ik een beetje jammer. Oké, nu zitten we eigenlijk alweer in een probleem. Want ik heb er geen eentje die boven doorloopt. Deze wel, maar dan heb je gelijk weer in rode. Ja. Deze clip kunnen we eigenlijk... Wacht even. Nee. Oké, we hebben 2 van deze clips. Die lijkt... Even kijken. Nee, welke clip is dat? We hebben die clip. En die. Ik kan die hier gewoon neergooien. En deze hier. Die hier. En deze daar. En dan hebben we een aardige video. Die clip kunnen we dan niet gebruiken helaas. Want deze begint boven en eindigt boven. En ja, dan krijgen we gewoon waarschijnlijk die 2 die nergens aan vastklikken. Dus daar hebben we weinig aan. Dus alleen de post-production is weer laag. Als die ook hoog was geweest... Dan was een goede video inroren. Dus bijna perfecte edit. Bijna. Hello, my name is Isabel. I'm from calling behalf of Money Bank. We would offer you a customer card. We'll get you 1000 of discounts. Such as a quick emote. Discount Chinese bazaars. Laat hem even praten. Je hebt haar alleen laten praten. Dus de bedoel van, je hebt de telefoon aangelaten. Toen zij meer informatie gegeven over van dit en dat. En korting, dit en dat. En je hebt de telefoon gewoon naast je neergelegd en gefilmd van... Jongens, kijk wat voor troll ik doe met die vrouw aan de telefoon. En vindt mijn subs leuk. Nice. Een nieuw editing record. Heel erg mooi. Nikosoft. Ik heb geen Nikosoft, dus ik wil ook niet naar jullie events. Ik kan weer XP... En level 13. Yes. Dus we kunnen een nieuwe kaart kiezen. Of dit. Oké, we hebben dus dit. Wat is dit? Een walkthrough. We kunnen walkthroughs maken. Of we kunnen... Collapse. Dit is misschien iets wat ik kan gaan doen. Ik ga toch kiezen voor de collab. Collab is eigenlijk... Je kunt samen met wat andere... Oké, even kijken. Brett is niet echt een grote YouTuber volgens mij. Heb ik vrienden die... best wel een grote YouTuber zijn. Kan ik dat hier zien? Even kijken. Waar kan ik zien waar de grote ranglijst van de YouTubers is hier? Of niet? Kan je erop klikken? See profile. Ik ken hem dus niet. Nee. Nee, maar even kijken. Ik heb dus een aantal vrienden hier. Even kijken. Waar kan ik dat ook zien? Wie mijn vrienden zijn? Nee. Dat kan ik hier wel zien. Ik ken dus al deze mensen. Maar... Zijn die mensen een goede YouTuber? Dat is de vraag. Nee, ik wil even niet chatten. Weet je wat? Ik wil Nigel even uitnodigen. Nigel level 1 YouTuber. Nee. Kijk, ik kan hem niet als pauze zetten. Dat is heel raar. Is Owen een grote YouTuber? Dat is ook level 1. Ik ben niet echt met een level 1 een collab gehouden. Carson, ben jij een grotere YouTuber? Ja, dat is die. Level 13. Nice. Invite home. Oké, dan gaan we even wachten tot hij hier is. En dan kunnen we misschien een collab gaan doen. Hi, hallo Kevin. Dat ben ik dus. We gaan even een beetje met hem praten. Waarom niet? We gaan een beetje met hem praten. Oké. Ze praten echt raar, deze mensen. Oh, we hebben 85.000 views. En we gaan 1 miljoen views halen. En we 85.000 subscribers. En geen views. Ik weet niet wat views zijn. Oké, kan ik met jou nu gaan... Waar ga je heen? Waar gaat mijn computer zitten? Collaborate. Kan ik collaboraten? Ja! Yeah! We gaan ons eerste collaborate doen met iemand. En weet je, we gaan deze game doen. Een collab. Prima. We kiezen voor een null filter. En we kiezen voor bidirectional. Want we zijn met 2 personen. Dus prima.
Oké, we gaan met hem een gameplay video maken en dan gaat hij van de stoel af. Holy shit, we zitten ook in elkaar. Wat krijgen we nu? Wat is dit voor rare magie hier? Oké. Dit ziet er zo fucking raar uit, echt. Oh, we kunnen meerdere kaarten kiezen. Greeting with... Oeh, dit is aardig mooi. Dit is aardig mooi. Time before starting a game. We gaan een beetje zingen, waarom niet? Hopelijk kan dit echt een goede video worden. Het zou echt mooi zijn. Interact with loading screen. We kiezen voor deze. Dan, even kijken. Nee, ik heb geen copyright. Off-topic comment. Ik kies er wel. Ik weet niet waarom sommige kaarten geel zijn. Zoals deze. Oh, ik heb niet meer genoeg energie. Ah. Als ik nou een kaart krijg van 2. Nee, dus de video is niet echt heel goed. No, ik geef niks. Ik geef je geen schoen. Waarom zou ik je een schoen geven? Oké, we gaan even editen terwijl hij hier rondloopt. Raak niks aan, als ik boos. Nee, joh. Dit is niet echt een hele goede video. Zo zijn het er 3. Zo zijn het er 2. Zo zijn het er 3. Ik denk dat dit de beste is hoe ik het kan maken. Dus ik kies gewoon hiervoor. Prima. We laten hem renderen. Oh, 132% interest. Nice. Nice is dit. Heel erg, heel erg mooi. En er ging nieuwe records. Dat valt me tegen. Maar prima. Nee, ik wil even niet aan het event toe. Ik moet even nodig gaan slapen. Hij is erg moe. Hij is erg moe. Dus deze video leeft. Kijk of we die opleveren. 100.000 subscribers. Yes, we hebben de silver button, YouTube button binnen. En, oh, we hebben ook 1 miljoen views. Wat een geweldige aflevering dit. En mijn computer is weer kapot. Waarom? Waarom gebeurt dit altijd? Dan moet ik weer laten repareren. Waarom staat hier een eentje bij? Ik heb dus al mijn geld betaald. En, oh, nog meer XP. Prima. En 100.000 subscribers, nog meer XP. Yes, 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 yes. Oké. Okay. Rumor that you're going only making videos for money. Deny. Ik maak geen video's van alleen maar voor geld. Eigenlijk wel, want geld is belangrijk. Eigenlijk niet. Dus we hebben 100.000 subscribers. En ik zei in het begin van deze aflevering dat ik met 100.000 subscribers wil verhuizen naar een andere gebouw. Ja. Kan ik nog een video met jou gaan maken? Of wil je dat niet? Oh, ik kan nog een video maken? Oké. Okay. Misschien kunnen we gaan collaben in een andere video. In een andere game. Weet je wat we doen weer in deze game? Waarom niet? Waarom niet? Alles laten we staan. Alleen ik heb niet zoveel energie. Dus ik denk dat de video niet zo heel goed gaat worden. Maar hopelijk... Nou, een collab video is altijd goed volgens mij. En dan doen we gewoon voor het geld. Wat maakt het uit? Ik kies een beetje voor de lagere kaarten, denk ik. Zoveel mogelijk kaarten kunnen kiezen voor het energie die we hebben. Off-topic comment. Er komt steeds meer copyright kaart tussen te zitten. En dat vind ik niet zo mooi, eerlijk gezegd. Singing. Kiezen we voor. Waarom niet? Ik heb nog 15 energie over voor. Oh, wat is het? 4 kaarten. Ik kies voor een happy expression. Ik heb nog 13 energie over. Voornamelijk nog voor 3. Een unfunny comment. Ik moet er nog 2. Een funny kies wel voor. En dan hebben we nog 7. Oh, dit halen we makkelijk. Dit halen we makkelijk. Maar een goede video wordt het denk ik niet. Een wave goodbye. Ik had een goed einde aan de video. Ik heb geen goed begin aan de video. Dat is een beetje jammer. We gaan even editen. En dan moet hij eerst van de stoel af. En dan gaat die stoel weer op om te editen. Dat vind ik wel raar. Hoe kunnen we deze video het beste maken? Ik zet gewoon simpelweg wat kaarten naast elkaar. En dan gaan we daarna even hustelen om te kijken. Het einde is goed van de video. Hier moeten we die gaan aanpassen. Maar dan komen we hier. Wat als ik die kaarten tussenuit laat? Ik kan die tussenuit laten. Dan hebben we zo'n video. Als we die er eens uithalen. En we gooien deze bij tussen. Dan hebben we er 2. Dat wil ik helemaal niet hebben. Ik denk dat ik hem zo maak. En dan gaan we deze 3 even toevoegen. En de video is niet heel goed. Weer de post-production is niet zo heel goed. Jammer genoeg. Maar de interest is nog steeds hoog. Dus mensen willen graag zien dat ik video's met hem maak. Dat is heel mooi.
Kan ik even dit klikken zodat het snel gaat? Ja, mooi. Oké, okay, dit is een tweede video met hem. En weet je wat, we gaan nog even praten met hem. Gewoon even bedanken. We gaan Carson even bedanken. En dan gaan wij eventjes zeggen, dag. En dan gaat het weg. Prima. Ik ga even wat slapen. Dus ik heb twee video's met hem gemaakt. En de video gaat goed. 160k views. Is dat mijn record? Ik denk niet dat mijn record is, eerlijk gezegd. Ik moet even gaan eten, want ik ben dood van de honger. Ik weet niet of ik dood kan gaan in deze game. Lijkt een beetje raar dat je dood kan gaan in de YouTube game. Oh, oké. Okay. You've unlocked a new video type. Find the trendiest YouTubers and try to interview them. Your fans will like it and maybe some of their subscribers will start following you. Oké, dus wat er simpelweg staat is, ik ben level 14, ik kan een nieuw soort video's maken. Ik kan grote YouTubers, die groter zijn dan ik. Die groter zijn dan mij, groter zijn dan ik. Ja, ik zeg je. Die kan ik gaan interviewen. En als je grote YouTubers interviewt, dan is er natuurlijk een kans dat hun kijkers die video's gaan kijken op jouw kanaal. En ook gaan subscriben op jouw kanaal. Dus prima. Ik weet niet hoeveel dat gaat doen, maar dan moet naar events gaan. Want dat zijn meestal YouTubers. Maar ja, wat ik denk ik nu ga doen is, ik ga even een energiedrankje nemen, want dat levert mij wel meer energie op. We gaan even twee solo video's maken, denk ik. Ja. En welke game gaan we dat doen? Want we hebben natuurlijk al een aantal van deze game gemaakt. Nou, hij is nog steeds populair, dus ik ga gewoon meer gameplay video's ervan maken. Ja. Oké. Okay. En dan ga ik naar twee van die video's maken. En dan is het denk ik tijd voor ons om te gaan verhuizen naar een nieuw appartement. Maar dat gaan we dan in de volgende aflevering doen en niet in deze. Serieus, kom met. Kijk, nou hebben we alleen dit als intro. Ik wil die intro niet gebruiken. Ik wil geen copyright gebruiken. We gaan wel zingen als onze intro. Waarom niet? If come easy challenge. Prima. Alle copyrighted clips. En daar hou ik niet van. Short comment. Ik probeer een zo goed mogelijk video te maken. Heb ik iets voor deze? Ik wil de post-production cards hebben. Nou, dat is altijd zo weinig bij mij. Nee, ik kies nu voor de copyrighted music clip. Nee, dat ga ik nooit doen. Nooit, nooit. Ik kies voor deze. En dan hopelijk eentje met post-production en deze. Ik krijg geen auto met logo meer. Shit. Dit is geen goede video, jongens. Dit is geen goede video. Nee, nee, nee. Oké, hoe kunnen wij hier een beste video van maken? Dat is de vraag. Wat ik als met deze start? En dan moeten we eentje hebben die van onderkant start. Maar die heb ik weer niet. Oké, als we deze einde gaan gebruiken. We gaan een deze doen. Ik kies weer deze. En nee, wacht even. Wat als wij die hiervoor zetten? En shit. Dit is eigenlijk niet zo heel goed. Die kunnen we hier tussen doen. En hoe gaan we dat dan doen? Oh, we kunnen deze hier naar achter zetten. Ja. En ook twee dezelfde clips waar ik eigenlijk weinig mee kan. Ja, dus ik denk dat ik deze video zo laat. Alleen hier zit wel heel veel scripts in deze video. Ja, maar ik kan hier niks meer. Als ik dit hier zet, heb ik de twee rooien, of niet? Ja, als ik hier ook twee. Alleen als ik hem hier tussen zet. Het ook twee. En hier ook twee. En hier. Oh crap, wat als we zo doen? Ik doe die weg. Dan heb ik de één, maar ik wil het niet doen. Nee, die moet hier tussen. En die mag weg. Ja, maar deze heeft zoveel. Voor die kaarten. Welke wil ik nou gaan gebruiken? Shit, jongen. Dit is echt moeilijk. Dit is echt moeilijk om te kiezen. Nou, ik doe het gewoon zo. Ik kan er weinig aan doen. De video is aardig goed, maar had natuurlijk beter kunnen zijn. Nee, ik wil niet naar Microsoft event. Want ik heb daar geen tijd voor video's maken. Maken publish video. Oeh, nieuwe editing record. Mooi. Mooi. Dus we gaan even wachten tot de video klaar zijn. We gaan even wat slapen, want ik heb meer energie nodig. En ik ga nog even één video maken. En dan is het tijd om deze aflevering af te sluiten. En in het begin van de volgende aflevering gaan wij dan verhuizen naar ons nieuwe appartement. En daar komt gaat een hele nieuwe wereld voor ons open. Om het zomaar te zeggen. Want dan
Dan kunnen wij... Hoe moet ik zeggen? Even kijken. Dan kunnen wij een andere YouTuber inhuren. En dat denk ik om Carson te gaan inhuren als... als YouTuber. Alleen het punt is, ze kosten geld, hè. En misschien kost hij wel een heleboel geld om in te huren als YouTuber. Ja, en als hij bijvoorbeeld $600-700 in de maand kost, plus de huur, kost ons bijna al $1000 in de maand alleen maar om hem om in het appartement te wonen. En dat vind ik eigenlijk niet nodig. Dus misschien dat we een level 1 YouTuber gaan inhuren in het begin. En als het niet goed loopt, dan zoeken we wel een andere. Dus ik ga de laatste gameplay video maken van deze video. Voor deze aflevering dan. En dan gaan wij verhuizen. Oké. Ga de video even opnemen. En 136.000. We begonnen met 60.000, hè. We begonnen met 60.000 in deze aflevering. Dat is gewoon echt verschrikkelijk. We hebben bijna 100.000 views, 100.000 subs erbij gekregen. Oh shit, 2 copyrights. De komt een keer de tijd dat ik 3 copyright clips heb. Nee. Nee. Oké, deze video gaat weg. Oké, wat ik ga doen is, ik maak de video gewoon. Ik kies nog gewoon random kaartjes uit. Ja. En dan ga ik de video niet publishen. Dus dat ga ik dus niet doen. Waarom niet? Ik doe dat extra niet omdat, ik geen copyright claim wil krijgen. Want dat gaat mijn einde van YouTube betekenen eventueel, want... Oké. Dus we gaan nu een video maken. Ik doe gewoon zo, proces. En dan gaan we retire, want ik wil hem dus niet maken. Computer gaan we even laten repareren. En ik wil toch eventjes een nieuwe gameplay video maken. En dan doen we weer dezelfde game. En dan nou hopen dat wij geen copyrighted clips krijgen. Ja, oké. Geen bi-directional, ik wil deze, mono. Had ik bijna de fout gemaakt net. Nou, ik heb deze video blijkbaar wel gedaan. Dus dat kun je volgens mij wel zien. Dat het niet echt heel goed loopt. Oké, een dancing greeting. Oké, prima. Het begint goed. Oké, jongens. De dubbelteur in mijn video. Ik weet niet of jullie hem leuk vinden. Ja, dat is mijn dubbelteur. Oké. Ik heb nog geen copyright claims gehad. En dat, of copyrighted video's. Serieus. We gaan even... Ik heb er niet meer uit woord komen, jongens. Jongens, oké. Ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat wij een... Weer een copyright 3 achter elkaar krijgen. Oh shit, daar gaat het komen, jongens. Daar gaat het komen. Please. Oké, gelukkig. Ik heb 2 kaarten. Ik kies voor deze. En we doen nou 8. We hadden het begin van de 7 clips. Nu kunnen we de 8 kiezen. Een celebrating scream. In een intro scene. Waarom niet? We hadden 3 over, hoop ik er 2 aan het einde. Hier, Murder's Look. Oké, prima. Dit is een aardige video. Aardige video. Can you record a video? Oké, wat is wijzend voor? Ik heb die niet, dus ik kan hem niet spelen. Helaas. Helaas. Ik ben ook druk bezig, want ik ga binnenkort verhuizen. Dus ja. Dan kiezen we voor deze. Dan kiezen wij voor die. En dan die. En dan... Oké, jongens. Dit is bijna... Nee, wacht even. Dit is perfect. Plus dit allemaal toevoegen. Holy crap. Dit is een gave video. Dit is echt een gave video. Dus we gaan jullie de video maken. En... een nieuwe editing decor natuurlijk. Want de video is awesome. Is geweldig. En kom. En publish deze video. Oké. Wat? Ik heb toch geen ja gezegd? Ik heb geen ja gezegd. Ik heb toch op nee gedrukt, of wel? Oh shit, wat heb ik nou weer gedaan? Oké, angry criticism. Oké. Nieuw kaart. Dan, wat is dit? Oh shit, ze heeft de game opgestuurd, maar ik heb de console niet. Ik moet een gameplay video maken. Wat is dat voor gameplay video? Ik heb die hele console niet. Nou, oké, boeien. Dus helaas. Dit is het einde van deze video. We sluiten af met 143.000 subs. En bijna 1,5 miljoen views. Dus even kijken. Nee, we gaan niet deze video de 1,5 miljoen views halen.
Let the talk. Prima, dat hadden we straks al gehad. Maar. Dus dit is het einde van deze video. De video waar wij de 150.000 subs hebben behaald. Geweldig. En een droom voor mij om dat ooit zelf te bereiken. Maar ik weet niet of het ooit zal gaan gebeuren. Maar dit is het einde van deze YouTubers Live video. Vond je deze video leuk? Laat er natuurlijk een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En hopelijk zie ik jullie allemaal in de volgende video van YouTubers Live.